hi, ik ben het weer met nog steeds de verneukte stem. Welkom bij deze nieuwe serie op mijn kanaal. Ik upload deze week elke dag een video met 5 verschillende tweelingen. Jullie kunnen via de comments en social media laten weten wie jullie favoriet is. Het meest favoriete duo is vanaf dan de leukste tweeling van Nederland. Dan zullen we misschien mee te maken deze hele week. Elke dag een video met een tweeling. Vandaag ben ik met Silke en Famke. What up? Applaus voor jezelf. Yes. Woehoe. Ik ben de hele week video's aan het maken met tweelingen. En ik ben ook al de hele week ziek. Dus dat is gaar. Het leven is moeilijk. Heb je dat ook wel eens dat je gewoon soms denkt, joh, het leven is echt is moeilijk? Vooral school kennen. Als school. Gewoon met school inderdaad. Ik heb geen school meer en ik vind het zelfs moeilijk. Kun je nagaan. En dan vraag je af, joh, Kelvin, waarom ga je gasten dan allemaal tweelingen in huis laten om films mee te maken? Nou ja, dat doe ik om 2 redenen. 1, ik wil jullie lekker aan het lachen maken en vandaag gaan we weer een hilarische video maken. Het is echt niet normaal. Ik heb in de toekomst gekeken en ik weet dat het een hilarische video is. Het is echt een fucking leia. Heb je ooit dit gegeten? Ja. Vind je het lekker? Op zich. Wil je het hebben? Ja. 1, ik wil die wel. Ben je ready? Ja. De reden waarom ik deze serie maak is 1, omdat ik leuke video's wil maken. Maar 2, omdat jullie samen met mij mogen kiezen wie de leukste tweeling van Nederland is. Dat is eigenlijk even het moraal, dat verhaal. Ik wil op zoek naar de leukste tweeling van Nederland. Ik heb 5 tweelingen uitgekozen waar ik elke dag een video mee ga maken. En na al die video's mogen jullie in de comments zo achterlaten. Yo, ik vond Piet en Karel echt leuk. Of ik vond Silke en Famke, Breda vond ik ook leuk. Dan mogen jullie laten weten. Silke, Famke. What up? What up? Vertel eens wat over jezelf. Ik ben de Silke. Ik ben 19 jaar en donderdag worden wij 20. Wow! Ja, gefeliciteerd! Als deze video online staat, ben je al 20. Je bent al 20 eigenlijk. Ja, voor hun. Voor hun? Ja. Oké, okay, goede intro. Goeie start. Ja. Ben jij ook bijna jarig? Ja, ik ook. Echt? Ja. Nee, joh. Niet! Ja, wat leuk! Heb je ook lievelingskleur? Roze vind ik wel heel mooi. Fuck, misschien is dat wel een van de vragen die ik... Ja, ik dacht ook al, maar ja. Oh, shit! Lieve kijkertjes, blijf lekker op je stoeltje zitten. Blijf lekker genieten van de vibe die je gaat voelen door deze video. Want ik heb iets briljants bedacht, zoals altijd. Ik zei toch dat mijn stem echt gaar is. Ja, ik vind het wel meevallen. Video eigenlijk. Wow! Nee, ja. Mijn stem is... Altijd wel. Hello darkness, my old friend. Kan jij niet gewoon met iemand anders een tweeling voor? We hebben nog een andere zusje. En die ziet er ook zo uit. Nee, ze heeft blond haar, blauwe ogen. Oh. Ik heb een spelletje bedacht in de volkstermen van YouTube, noemen we het challenge. Kijk, eigenlijk is het moraal van alle video's die ik maak met tweelingen, hoe tweeling ben je? Op een schaal van 1 op tweeling, hoe tweeling ben je? 1 plus. Ja, lekker. Nee. Nou! Hallo, het komt omdat je mijn stem altijd... Ja, maar dat is wel gewoon waar. Je vindt mijn stem echt kut. Nee, niet kut, maar het is altijd hetzelfde. Ah, okay. Ja. Ik heb 15 vragen bedacht of voor de ander. Mensen, even een voorbeeldje. Dit is even een voorbeeld, ja? Banken. Wat is de lievelingskleur van Silke? Dan zeg jij... Paar. En dan kijk ik zo. Het was inderdaad paars. Woo! Mensen, jullie snappen het spel. Jullie gaan gezellig zelf mee. Nee, dat kan niet. Tenzij je zelf ook een tweeling bent en toevallig kijkt, doe gezellig mee. Zijn jullie er klaar voor? Zijn we ready? Ja. Ja? Ja. Yes! Yes! Wow, je hebt gewoon een natte paprika hand. Eww, vies. Ik ben ready. Ze gaan het dus in hun telefoon zetten, anders vertrouw ik ze niet. Want anders ga je echt zo zeggen, ja, dat is inderdaad altijd precies wat zij zijn. Dus, je zet het gewoon even in je telefoontje. Let's go, people! Oké, ik begin bij jou. Wat is Famke's favoriete snoepje? Even wachten, ze moeten het eerst even in, typen. Snoepie. Kan voor alles zijn, wat je in de snoepwinkel kan halen. Ik weet hem denk ik wel, maar jij weet hem niet. Oh ja, ik weet hem misschien. Ja, dit hebben we sowieso fout. Oké, zure matten. Ja, dit is fout. Oh! Jelly beans. Nee, dat eet je nooit. Jawel. Jij eet nooit jelly beans. Ik ken je al langer dan vandaag. Maar jullie hebben altijd zure matten. Daar hou ik helemaal niet van. Dat is Rachne. Wat? Rachne? Ja, dat is niet jullie zus. Het is gewoon een random chick. Oké, maar goed. Weet je wat het is? Als je slecht begint, kan het alleen maar beter. Eigenlijk hebben jullie een super tactische move. Ik ben echt trots op jullie. Geef Famke. Ja? Was goed? Ja, dat is goed. Mooi. Oké, wat is Silke haar favoriete liedje? Powder. Oh, ik weet hem zelf. Oh, oké. Wow. Ja. Het is echt wel een apart liedje. Nou. Batman Ollo. Ja. Oh! Ja, dit vind ik knap. Batman Ollo. Het is wel een leuk liedje, ja. Het schept een band. Nee. Oh. Oké, okay, we gaan door. Oké, okay, wat is? Wie was dat? Ja, ja. Niet aan mij. Ja. Niet is, ik moet hier. Nee, ik heb net geschreven. Ja, dat is op mijn tijd, die we moeten helpen. Wat is jouw favoriete film? Even wachten, even nadenken. Jullie zijn wel zelfverzekerd. Jullie twijfelen niet. Jullie zeggen, fuck it, let's go. Of het nou goed is of fout. Ik heb snel verkeerd gespeeld door de autocorrectie. Oké, ja? Kan ik het zeggen? Ja. 50 Shades of Grey. Ja. Nee! 50 Shades. Heb je die vaak gezien? Ik heb hem 2 keer gezien. De tweede heb ik in de bioscoop gezien. Ik heb hem ook gezien. Fantastisch. Ik vind jullie wel sterk. Ik vind jullie wel een sterk tweeling. Doe even jullie box. Jullie hebben een box. Nee, we hebben hem wel. Doe hem! Ja, go. Wat is dit dan? Wat gebeurt hier? Ja, dit was top. Dit was top entertainment. Focus. Aan wie ga je nou? Focus. Aan mij. Aan mij? Aan mij! Wat is Silke's favoriete snack bij de patat?
Als je patat eet, you gotta go for the... Je kan alles. Alles kan. Oeh. Ja, kan ik zeggen. Oh, lekker man. Ja. Lekker boomkroket. Nee! Pandoppen! Nee. Ja, hetzelfde. Nee, dat zijn... Het is een ander merk. Maar het is wel kroket. Eigenlijk was kroket was voldoende. Okay, ja, dat jullie echt specifiek. Rundvlees van Pandoppen, frikandel, speciaal met ui. Ringen. Uienringen. Ik vind jullie wel goed. Lekker. Wat is Famke haar favoriete YouTube kanaal? Mag Nederlands en buitenlands zijn. Ja, ik weet het. Wacht nee, even. Ik weet het zelf niet. Hallo Famke, je weet het toch wel. Je weet het toch wel. Niks zeg. Nee, jij gaat daar nou over ideeën brengen. Ja. Weet je het al? Ja, misschien. Ik ben echt heel benieuwd wat hier uit gaat komen. Oké, okay, ik hoop. Ja? Ja. Ellen Sisters. Let's go. Oké, okay, dan weet ik het. Oké. Okay. Wacht, Charlotte Soraya. Nee. Oh, oké, okay, dan. Ben je echt zo? Ik moet gewoon zeggen. Nienke Plas. Dit is de grappigste vrouw op YouTube in Nederland. Oké, die kijk je nooit. Die kijk je echt nooit. Wel. Altijd als een video plaats, kijk ik meteen. Valt me wel tegen van jullie. Nou, weet jij van mij dan? Ellen Sisters. Nee. Oh. Moet ik een goeie zeggen? Ja. Oh, dat is wel nice. Oké, okay, ik denk dat jullie het redelijk goed doen. Best wel trots op jullie al nu al. Ik vind niet zo goed gaan. Nee. Iedereen had het beter kunnen. Oké, okay, nou, ik heb nog genoeg vragen voor Petto, man. Let's go. Let's fucking go. Wat vindt Silke de knapste jongen ter wereld? Oh, dat weet je. Ja, oké, okay, zeg het maar. Justin Bieber. Hey! Ja, hij is wel heel voor de hand liggend. Maar ik vind hem ook een zeer knappe jongen. Dat zal ik je eerlijk toegeven. Ik zou hem wel even een knuffeltje geven als hij hier zo zou staan. Ik zou echt huilen, denk ik. Echt zo huilen? Ben je echt fan van Justin Bieber? Ja, echt wel. Ai. Maar ik vind hem niet de knapste jongen ter wereld. Zou ik je ook eerlijk zeggen? Ja, maar ja, ik weet niet echt. Als je fan van jongen bent, dan vind je diegene toch ook gelijk knap. Ook al is hij gewoon. Ja, dat is waar. Let's go. Waarom kan ik heel? Focus! Wie was nou aan de beurt? Mijn vragen. Wat is Famke haar favoriete haarkleur van mannen? Even wachten, even nadenken, even op die focustrein springen. Zeg het. Oh! Ja? Dat is goed, ja. Oké, okay. Jullie zijn goed bezig. Mag ik nu wel een beetje trots jullie zijn? Ja. Je wil nog beter gaan? Ja, tuurlijk. Ja, okay. Als jullie vanaf nu alles goed hebben... Dan krijg je nog een paprika. Dan krijg je nog een paprika. Dat is echt de laatste. Dan eet ik mijn pet op. Okay. Deal? Famke haar geluksgetal. Oh, dan moet jij mij vragen. Nee, wat is Silke haar geluksgetal? Dat heb je dus met tweelingen, is lastig soms. Dat is niet. Nee. The fuck? Nee, waarom heb je dat? Dat weet ik toch niet. Dan ga ik iets anders bedenken. Wat is Silke haar favoriete boomsoort? Nee, grapje. Dat is de... Nee. Favoriete... Eiken zijn echt vet. Of dennen. Nee, ik zeg maar wat. Wat is Silke haar favoriete land in de hele wereld? En er zijn koude of veel landen in de wereld. Dat is echt Spanje. Ja, dat is ja, dat is Barcelona. Nice! Dit is echt nice. Oké, okay. Wat is Famke haar favoriete bezigheid? Voor een avond. Oké, ja, weet ik wel. Ja? Even kijken. Oké, okay, ik heb een antwoord. Doe het! Netflix. Oh! Ja, ja, het is goed. Ik krijg mijn pet op eten, man. Ja, dat moet wel, denk ik. Ja, jullie moeten wel echt 7 of zo. Maar ik geloof in jullie. Hou maar vast. Ik geloof in jullie. Hè? Bedankt. Ja, dankjewel. Ik ben gewoon een beetje een weirdo. Maakt niet uit. Wat is Silke favoriete drinken? Weet je wat het is, drinken? Mag alcohol zijn, mag alcoholvrij zijn, mag gewoon mag alles zijn. Als je het maar kan drinken. Azijn mag ook. Ja, ik denk ook het wel niet. Zeg het. Cola. Ah, nou, ja, oké. Okay. Je kan nog bonuspunten krijgen nu. Ja. Oh! Shit! Jullie zijn zo goed en jullie zijn niet eens blij. We zijn wel blij. Okay. Ik ben altijd super hype. Als ik shit goed heb, jullie echt zeggen. Ja, maar het kan beter, denk ik. Maar jullie zijn er helemaal alles goed. De eerste was gewoon fout. Ja, maar dat kun je niks meer aan doen nu. Oké, okay, we gaan door. Wat is Famke haar de laatste keer dat ze moesten huilen? Oh, dan moet ik echt zo nadenken. Daar wordt het persoonlijk. Specifiek? Moet echt specifiek de dag? Of? Nee. 12 augustus. Gewoon ongeveer. Zo van die ene keer dat je teen stoten. Oh, ja. Dat is echt heel erg. Ik weet even niet hoe het heet. Moet ik zeggen waarom? Ja, dan gewoon een herkenningspunt. Zo van, toen. Of daarom. Of, snap je? Maar dat zijn echt veel. Ja, maar de laatste keer. Ik heb wel iets ingevuld. Ah, oké. Okay. Oh, okay. Dat is super aandoenlijk. Dat je daarom moest huilen. Dat is ook met een vriend. Of met mij. Überhaupt ruzie met iemand. Nee. Weet je niet op de bank toen laatst? Met Gerard. Nee, dat ze in zo'n bus rijden. Gaan zo bij al die andere. Gewoon huilen op tv-programma. Ja, maar dat telt niet. Dat is niet echt huilen. Zo je tranen. Je water uit je ogen. Helaas. Oh. Nee, ze komt niet met pet op de chat. Oké, okay, wat is. Silke. Wat is Silke haar droombaan? Ja, dat ene wat Silke altijd al zei, zo vroeger toen jullie klein waren. Hé, Famke, als ik later groot vind, dan wil ik brandweervrouw worden. Dat. Okay, ja, ik weet het wel. Ja? Reclamebureau. Oh! We hebben het ook gewoon letterlijk net over gehad. Ik moet echt minder vragen stellen voordat we filmen. Oké, okay. Hey, reclamebureaus, als jullie kijken. Hey, you got this. Oké, okay. Wat is Famke? Nee, moet ik wel zeggen. Wat vindt Famke haar slechtste eigenschap? Nu wordt het moeilijk. Ja, wordt het persoonlijk. Ja, ik heb wel iets geschreven. Maar ik ga het even... Ja, het is sowieso fout. Ja? Jaloers? Nee. Onzeker? Ja. Vind ik wel met hetzelfde, hè? Als je jaloers bent, ben je onzeker meestal. Dat is waar. Een soort van Silke. Wat vindt Silke haar beste eigenschap? Oh ja. Ze weet meteen. Je mag even nadenken. Je mag wel even tijd nemen. Is het grappig wel? Ja. Hoezo? Oh, my God! Je hebt het al afgezegd.
Dat is heftig. Grappig dus. Ja, ja. Ik vind het wel grappig. Mensen, mocht je nou denken, hey, ik vind deze tweeling echt lijp. I got this, I like this. Dan moet je even een comment achterlaten met deze team Silke Famke. Of van Braaksma. Of wat? Nee. Dat is onze achternaam. Braaksma is vet, man. Team Braaksma! Doe dat even als je alle 5 tweelingvideo's hebt gezien. Dan kun je even zo afwegen van ja, oké, okay, die vond ik wel leuk, maar eigenlijk vond ik die leuk. En dan tap je één. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de finale opdracht. Wat is het meest ongemakkelijke wat Famke ooit heeft meegemaakt? Onlangs of? Gewoon in een lifetime. Ja, ik weet wel wat ik ga zeggen. Wacht even. Wat is dit? Oké, okay, kom. Oké, okay, wacht. Dat is een gevallen op de kermis. Ja! Oh! Jok en ik hadden ruzie. En toen renden ze zeg maar bij me weg. Ze renden af naar aan al die jongens bij de botsen. En waren echt kijken. En toen lag daar zoiets op de grond. Ja. Toen viel je overheen. Ah, het was zielig. Ik vind dat jullie de test hebben doorstaan. Applaus! Ja, jullie gaan weer lekker terug naar Breda. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie later weer. Doei! We'll be right back.